zijn vandaag bij Natuurhuis voor de nieuwe expositie van fotogroep De Schouwvorst. Het thema van de expositie is Winter in Nederland. En we gaan snel naar binnen om het even te bekijken. Zoals u ziet, foto's over de winter. Het kan natuurlijk in geen mooie tijd als op dit moment. Het is buitenwinter, dus wat dat betreft komt deze expositie wel goed uit. Het zijn allemaal winterlandschappen in verschillende soorten. Wij vinden het gewoon leuk om ons werk aan andere mensen te laten zien. En dit is natuurlijk een prachtige manier om dat te doen. Mooie locatie, mooie foto's. Dus wat wil je nog meer als je dat ook kunt delen met andere mensen? Elke fotograaf vindt het heerlijk als andere mensen naar zijn beelden kijken. Hè? Dus dat is gewoon, laten we zeggen, dat zit in je. In algemene zin denk ik dat als je kijkt naar het Natuurhuis en de mensen die hier komen, dat onze doelgroep is. Hè? Dus zij komen kijken naar onze foto's. En de mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van onze fotogroep, die hebben nu de mogelijkheid om een aantal weken hier te komen en ons werk te kunnen zien. Vanuit een heel specifiek kader, namelijk winterlandschap. Het Natuurhuis gaf aan, zouden jullie met foto's over winterlandschappen deze ruimte willen vullen? En dat hebben we gedaan. Dus het was op uitnodiging, zou je kunnen zeggen. Nou, kijk, wij fotograferen voor onszelf, eigenlijk ieder individueel lid. Foto's worden gemaakt, worden afgedrukt, worden vaak in dozen gedaan en niet meer getoond. En dit zijn natuurlijk mooie gelegenheden om je werk uit zo'n doos te halen en toch nog eens een keer aan andere mensen te laten zien.